Kom ons veronderstel, die verbruikerse voorkeur na een bepaalde product neem af. Kom ons maak het minder abstract. Sê nou maar net, een of ander wetenskaplike ontdek dat hoender en hoendervleis nie goed vir mens is nie. Wat gaan met die vraag na hoender gebeur? Wel, as hoendervleis jou kan siek maak, gaan jy meer of minder daarvan eet. Noodwendig gaan ons minder daarvan wil eet. So, ons voorkeur vir hoender gaan afneem. En daarom gaan ons minder vra daarna. So, in afname in ons voorkeur vir hoender, leid in afname in die vraag na hoender. Grafies kan ons dit voorstel deur middel van een linkswaartse verskuiwing in die vraagkromme. Daar is een afname in vraag, daarom verskuif die vraagkromme na links. Daar ons het gesê, al hierdie nie prys die determinant op diezelfde manier beskou. Eers in woorde, dan in symbole en dan grafies. Want gesê, die afname in voorkeur, nou onder, leid na afname in vraag. In symbole, afname in voorkeur, afname in vraag. Grafies, afname in voorkeur, leid tot een afname in vraag, wat voorgestel word deur een linkswaartse verskuiwing van die vraagkromme. Al drie vertel die stelde story, dat afname in voorkeur, leid tot een afname in vraag.